Het is vrijdagavond. We zijn in Ede bij een wasstraat voor vrachtwagens aan de Francis Baconstraat. Terwijl er in de verte gewoon mensen aan het werk zijn, komt deze man het pand inlopen en loopt direct door naar de kantine. Daar zien we de man gelijk achter de balie verdwijnen en doorlopen. Het is snel duidelijk waarom hij hier is. De man loopt namelijk rechtstreeks op de kluisjes af. De man gaat alle kluisjes af en lijkt wat te zoeken. Als hij op een gegeven moment een kluisje vindt, doet hij deze in een tas en loopt gelijk weer naar buiten. Maar ook dan wordt de man niet gesnapt door het personeel. Job, allereerst welkom. Ja, dit is een enorm brutale diefstal. Zonder gêne loopt de dader door het bedrijf, terwijl er nog gewoon mensen aan het werk zijn. Ja, je zou het echt wel brutaliteit ten top kunnen noemen. De diefstal die gebeurt gewoon op klaarlichte dag. En op de beelden zie je ook dat de drie werknemers achter in het pand gewoon aan het werk zijn. Ja, en die hebben niets gemerkt of gezien. En de verdachte in dit geval die is dus naar die kluisjes gelopen. En die heeft echt de tijd genomen om al die kluisjes te doorzoeken. En uiteindelijk een kluis en een kassa meegenomen met een waarde van in totaal zo'n 300 euro. Ja, en dat is ook wel opvallend, want de dader loopt rechtstreeks naar de kluisjes toe. Ja, dat zou dus zeker op voorkennis kunnen duiden. Dus dat de man daar eerder is geweest om de boel te verkennen. Of dat hij mogelijk dus de situatie al gescout heeft. En opvallend is ook dat die verdachte een petje van het bedrijf zelf draagt. Ze hebben de eigenaar ook gevraagd om mee te kijken naar de beelden. Of hij daar een medewerker of een oud-medewerker herkent. Dat is niet het geval. Maar nog steeds kan dat petje echt wel een belangrijk aanknopingspunt zijn voor onderzoek. Dus we willen de kijker ook vragen om nog eens goed naar deze beelden te kijken. Ja, of ze dat petje herkennen. Het misschien aan een persoon kan linken. Ja, en als dat zo is, dan horen we dat natuurlijk heel graag. Ja, tip de politie dus als u weet wie die man is. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden, dat kan natuurlijk ook via mailt misdaad anoniem op 0800 7000.